Woensdagavond 4 juli omstreeks 5:05 vond er een ernstig ongeval plaats op de provinciale weg, de N203, tussen Limmen en Uitgeest. Een vrachtwagen reed tegen een personenauto aan. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de omstanders al bezig met reanimeren. De brandweer ontfermde zich over de slachtoffers die bekneld zaten. Er waren meerdere mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Zij zijn naar het politiebureau in Castricum gebracht om daar de getuigenverklaringen op te nemen. Tevens werd slachtofferhulp aangeboden. De drie inzittenden van de personenauto, een 21-jarige vrouw uit Den Haag en een 21-jarige man en vrouw van Poolse afkomst, zijn alle drie overleden. Twee mannen van 20 en 21 jaar zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en voor verklaring overgebracht naar het politiebureau in Alkmaar. Er is een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het verkeersongeval.